De algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, Raj Jatnanan Singh, heeft het beleid bij het centrum omgegooid. Hij heeft ruim 6 maanden het stuur overgenomen van Stanley Matura. Niet alleen heeft het PCS bezuinigingen doorgevoerd, de dienstverlening is ook efficiënter geworden, vertelt Jatnanan Singh in een interview met onze nieuwsdienst. Hij zegt ook te werken aan de imagoverbetering van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Niet ieder die dit centrum bezoekt is gek, benadrukt hij. Wat velen vergeten is, wij zijn in feite een volwaardig psychiatrisch ziekenhuis. Dus eigenlijk zou de hele naam moeten worden veranderd in het Psychiatrisch Ziekenhuis Suriname. Want we zijn gewoon een ziekenhuis. En wat dat betreft hebben we natuurlijk aardig wat ideeën. We hebben kort geleden een nieuwe verpleegkundig directeur ook bijgehad, mevrouw Breuster. En ik zit er al 6 maanden aan als algemeen directeur. Daarvoor was ik psycholoog hier zo. En we hebben Rudy Dwarka Singh als medisch directeur. Goed, je gaat dan met elkaar zitten en kijken van waar gaan we met de zorg naartoe. Het moet niet blijven, ik weet dat er een hele stigma is over PCS, Wolf van Buttel, RPI. Als ouders tegen een kind zeggen, misschien moet je naar PCS gaan om een gesprek te hebben. Dan zeggen ze, ja, ben ik gek? Nee, je bent niet gek om hier te komen. Je zegt, bezoek aan het PCS, is zo gek nog niet. Maar hier heb je de consultants, hier heb je de counselors, hier heb je de personen die een goed gesprek met je kunnen aangaan en je weer onttrek kunnen helpen daarin. Dus wat dat betreft denken we ook breed na van, hoe ziet PCS eruit tussen nu en 5 jaar? Waar moeten we gaan naar de zorg? We hebben dusdanig ingebed nu dat er ook voor de verzekering hebben we gepresenteerd, en ZF schrok er zelfs over, van dat we nu bijvoorbeeld veel minder opnames krijgen, omdat we veel meer ambulant aan het behandelen zijn. Dat wil zeggen polyklinisch. En als cliënten bepaalde ziektebeelden in de psychiatrie vertonen en die thuis zijn, worden ze ook thuis behandeld. Jatnanan Singh vertelt verder dat het PCS nog steeds afhankelijk is van subsidiemiddelen van de overheid. Dit moet omdat geestelijke gezondheidszorg volgens de krankzinnigenwet gefinancierd moet worden door de overheid. Dit betekent ook dat wanneer het niet goed gaat met de overheid, het beleid bij het centrum ook moet worden aangepast, zegt de PCS-directeur. De overheid behoort de psychische gezondheidszorg te bekostigen in het land. En wij zijn daar het tehuis, wij zijn het kenniscentrum die het beleid gaat uitvoeren. En daarop declareren wij onze kosten aan de overheid, vooral degenen die hier zo blijven en die hier wonen. Ik bedoel, op een gegeven moment moet het toch wel ergens worden betaald. En natuurlijk heb je ook cliënten die gewoon verzekerd zijn. Bij SFF, Self Reliance of bij de overige verzekeraar. En dat proberen we dus te declareren. Alleen, met alle begrip voor de overheid, je merkt dat er een dip komt, een stukje terugval komt in wat de overheid in haar beleid kan uitgeven aan de medische zorg geheel in Suriname. Betekent dat je ook moet kijken, denk ik, elk tehuis, elke ziekenhuis, elke instelling, waar kan ik bezuinigen om niet te veel te gaan drukken op de overheidslast. Raj Jatnanan Singh, directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, over de koers die nu gevaren wordt sinds zijn aantreden 6 maanden terug.